Nou, ik ben Sabine van Delft en ik heb met Oscar een triggersessie gedaan. Die triggersessie die houdt in dat je een kwartier lang je verplaatst in iemand die jou mateloos irriteert. Het was heel erg leuk. Sowieso vind ik acteren heel erg leuk. Zeker als je weet dat met dat acteren iets van jezelf op gaat ploppen, dan is het helemaal spannend ook. Want waar zit het spanningsveld? Met jezelf. Want je kan je wel heel erg ergeren aan iemand en dat heel leuk nadoen. Maar vaak komt er dan ook iets van jezelf naar boven. En in het begin denk je misschien, oh, Oscar gaat vragen stellen die uiteindelijk heel erg over jezelf gaan. En het wordt een heel ingewikkeld en moeilijk gesprek en oh help. Maar dat is totaal niet het geval. Het is vooral heel erg grappig. Heel erg leerzaam en je voelt je daarna als een veertje zo licht. De sessie begint met een introductiegesprek. Je kletst eventjes met elkaar om een idee te krijgen. Want er zijn altijd mensen om je heen waar je op de een of andere manier tegenaan loopt en niet snapt, niet helemaal begrijpt of helemaal doorvoelt waarom ze je triggeren en irriteren of waarom je ze vervelend vindt. Daarna moet je je voorbereiden even ook van, nou ga ik die persoon zijn. Het kan heel dichtbij zijn, op je werk zijn, kan in de familieverhoudingen zijn. Je gaat dan niet alleen maar zeggen wat die persoon zegt, maar je gaat ook echt helemaal in de huid kruipen van die persoon. En Oscar bleef gewoon staan als een soort pilaar, als een rots baken in de branding. En dan naarmate je in dat kwartier die persoon wordt, gebeurt er heel veel met je. Het is heel intens. Eigenlijk ga je voor je eigen gevoel over al je grenzen heen. Dus je doet iets waarvan je echt denkt, hoe kan je dit in godsnaam doen? En omdat je die persoon dan heel irritant vindt, is het ook in het begin heel erg moeilijk om je te verplaatsen in die persoon. En om ook echt zo te doen. Want je krijgt dan eigenlijk op dat moment ook een ontzettende bloedhekel aan jezelf. En je denkt, nee, ik wil dit niet. Stop, ik wil stoppen. Want dit is zo irritant. En dan moet je door en dan komt er een kantelpunt dat je echt de remmen loslaat en je echt gaat verplaatsen in die persoon. En dan kom je ook in de wisselwerking met die persoon. En op het moment dat je dat doet, vind je het bijna prettig. Denk je, oh, nou ga ik een keer zoiets doen. Het is een beetje een soort guilty pleasure. Maar je merkt ook heel erg dat je eigen grenzen, je eigen ruimte en grenzeloosheid worden getest. Waar liggen je binnengrenzen en waar liggen je buitengrenzen? Wat doet ruimte met jou? Ik kan naar jou toe lopen, heel dichtbij. En dan kan je op een moment denken van, ja, nou kom je te dichtbij. Maar in een andere setting kan het juist heel fijn zijn als iemand dichtbij komt. Dus het heeft allemaal te maken met hele onzichtbare, niet tastbare ruimte. En daarna ga je zitten en Oscar schrijft dan heel veel op. Want hij doorziet heel snel structuren. Door alle gedachten die jij op dat moment ventileert, probeert hij een beeld te krijgen van wat er met jou gebeurt op het moment dat jij opgaat in de ander. En aan de hand van al die beelden ontvouwt zich eigenlijk een nieuw beeld van jezelf. Wat zich ondergronds afspeelt in het onderbewuste. Het is echt een openbaring, maar op een leuke manier. Ik zou het willen uitleggen aan de hand van een heel beroemd filmpje en het heet The Power of Ten. Het begint met een beeld van een man en een vrouw op een picknickkleed. In een park met een camera wordt er uitgezoomd. Dan gaat hij de lucht in en dat echtpaar wordt steeds kleiner. Het stipje is op de aarde en daarna zie je alleen de aarde nog. Daarna zie je eigenlijk alle planeten en de sterren rondom de aarde. En mensen zijn eigenlijk gewoon helemaal weg, opgelost in het universum. En daarna krijg je het moment dat de camera weer teruggaat naar het picknickkleed. En wordt er ingezoomd in die hand. En dan krijg je het omgekeerde effect dat die hand, daarin worden alle cellen en verbindingen zichtbaar. En wat ik hiermee wil zeggen is dat je neemt eigenlijk heel veel afstand van jezelf. Net als die camera. Je neemt heel veel afstand van jezelf, totdat je eigenlijk jezelf eigenlijk helemaal verliest. En daarna ga je eigenlijk inzoomen weer in jezelf, waardoor je jezelf weer heel erg herkent. Nou, wat heb ik eraan gehad? In het begin moet alles een beetje landen bij mij. Ik denk, god, wat is er allemaal gezegd? Het is heel veel. En na een paar uur beginnen al die kwartjes te vallen. Het is een beetje als een slotmachine in het casino. Je gooit er wat kwartjes in en er gebeurt niks. En dan na een tijdje draai je aan die hendel en dan ga je oogsten. En ik heb geleerd in de sessie om niet te kijken naar iemand en alleen maar naar het gedrag wat diegene vertoont. Maar ook te bedenken, hey, misschien is er een hele goede reden voor die persoon om zo te doen voor zichzelf. En niet naar jou toe irritant te willen zijn, maar is het iets van hem of haarzelf wat in de weg staat?
En je zou kunnen zeggen, die reden van dat irritante gedrag zit in jou ook voor een deel. Ja, het is heel lastig. Want eigenlijk moet je je voorstellen dat je in een ruimte staat met allemaal spiegels. En dat al die spiegels met elkaar spiegelen. En door die grenzen op te zoeken, door in de huid te kruipen van iemand die jou echt mateloos irriteert, heb ik eigenlijk mijn eigen irritante gedrag ook voor een deel ontmaskerd. Na de sessie merkte ik dat ik mijn oordelen makkelijker kan loslaten en loskoppelen. En met je gedachten te spelen en niet te fixeren. Dus eigenlijk zoek je door te spiegelen je eigen grenzen op. Dus ja, wat heeft het opgeleverd? Vooral dat je een realistisch plaatje krijgt over jezelf. En dat bepaalde puzzelstukken die je nooit kon plaatsen, dat die op hun plek vallen. Raad het aan iedereen. Hoe gelukkig of hoe goed je ook in je vel zit en wat voor toppositie of niet toppositie je ook bekleedt. Het is ongelooflijk leuk om dit proces met jezelf aan te gaan door een ander na te doen. Ja, dan leer je gewoon heel veel over jezelf. Want Oscar kan ongelooflijk goed dingen interpreteren in jou. Dus hij ziet dingen die je zelf op het eerste gezicht en zelfs op het tweede gezicht, zelfs op het derde gezicht, totaal niet van jezelf ziet. En die doorziet hij heel snel. En zo ontstaat er ruimte in je hoofd. Oscar ervaar ik ook als een buitengewoon toegankelijk en open extravert iemand. Die ontzettend goed kijkt en luistert. En niet dat gevoel geeft dat hij heel goed kijkt of luistert. Maar dat gaat allemaal op een hele bijna achterloze manier. En het lijkt alsof hij heel intuïtief werkt. Maar ondertussen is het heel erg doordacht. Dus een slimme gast. Oké, dan heb ik nog een leuke vraag voor mezelf. Wanneer mag ik het nog een keer doen? Ja, het was heel erg leuk.